Het is moeilijk vakmensen te krijgen. Hoe groot is het probleem hier? Groot. We adverteren al, ik denk, meer dan een jaar. Stadsblad. Zelfs in het landelijk blad. Er komt eigenlijk geen reactie op. Hoe komt dat? Ze zullen er waarschijnlijk niet zijn of ze willen het vak niet meer doen. We krijgen ook wel uitzendkrachten. Maar ja, die zijn het af en toe beu na een week. Te zwaar, te moeilijk. Saai kan het nooit zijn, maar in ieder geval niet prettig. Nou, het begon eigenlijk op school. Mijn maten die kozen voor het groen. En ja, daarom ging ik er ook heen voor mijn maten eigenlijk. En ja, daardoor ben ik eigenlijk hier beland. En hoe bevalt het? Ja, wel prima eerlijk gezegd. Reuze naar mijn zin ook. Dus ik heb het goed hier. Dus. Veel mensen denken dat is alleen maar schoffelen. Nee, ik wil wel meer bij kijken hoor. Ja? Veel meer. Laten jullie nou klussen liggen? Nee, ze schuiven het op. Dus ze moeten wat doorschuiven. Mensen moeten geduld hebben. Meer geduld dan een paar jaar geleden. Ja. We proberen het wel snel te doen. Want er zijn natuurlijk veel hoveniers. Maar we proberen wel... Het kan niet meer binnen een week. Absoluut niet.